Welkom bij Eagles Televisie. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Vrijdagavond de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen de Graafschap. Kunnen we al spreken over een topper? We zullen het horen. We spreken met trainer Erik ten Hag, speler Sjoerd Overgoor en nog wat laatste nieuwtjes. Blijft u kijken. Dit is Eagles Televisie. Erik ten Hag, morgenavond wedstrijd tegen de Graafschap. Ja, dat is een denk ik heel mooi affiche. En dat was al een mooi affiche vooraf. Veel belangstelling voor. En ik denk na vorige week, nu we allebei gewonnen hebben, is het nog een mooi affiche. Je kunt nou zeggen, het is een topper, hè? Ja, zo wil ik hem niet benaderen. Het is de competitiestart. De competitiestart gaat voor mij over 5-6 wedstrijden. Nou, en daarna weten we ongeveer hoe we gestart zijn. Het is wel een hele mooie wedstrijd, denk ik. Met twee ploegen die allebei willen voetballen. Wij hebben heel veel zelfvertrouwen. Dat moet niet doorslaan, dat zelfvertrouwen. Maar wij willen morgen wel heel mooi en aanvallend voetbal gaan spelen. De selectie die is onvoorstelbaar gretig. Iedereen wil ontzettend graag. We moeten ze vaak meer afremmen dan aansporen. En dat bevalt me ontzettend aan deze spelersgroep. De organisatie op het veld lijkt ook wat strakker. Nou goed, dan verwijs je naar het verleden, kan ik niks mee. Je kijkt alleen wat het heden is en ik kijk naar de toekomst. Ik hou inderdaad van een duidelijke organisatie, waarbij voor iedereen heel duidelijk is wat zijn taak is. Daarin moet het team moet elkaar daarin corrigeren, hè, want dat gaat altijd wel een keer verkeerd. Hè, dat soort zaken. En dan is het heel belangrijk dat de acceptatie heel erg hoog is onder elkaar. En dan kun je het team uitstralen en van daaruit kun je punten gaan pakken. Sjoerd Overgoor, morgenavond de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen de Graafschap. Ja, leuke wedstrijd voor mij persoonlijk helemaal en voor ons als team belangrijk om te kijken waar we staan op dit moment. Ja. Je hebt een Graafschap achtergrond. Ja, klopt. Ik heb er 5 jaar gespeeld tot de afgelopen winterstop en toen ben ik hierheen gekomen. Die overstap naar Go Ahead Eagles, hoe is dat bevallen? Hoe bevalt je Go Ahead Eagles? Ja, het is heel goed bevallen. Ze hebben me goed opgevangen vorig jaar in de groep en ik kwam al snel veel aan het spelen. Dat gaat automatisch makkelijker. En het is gewoon ook een hele mooie club met veel supporters en het leeft hier gewoon echt. Ja, dat vind ik wel mooi. Dan kijken we even naar de start van de competitie tegen Almere City. De Go Ahead Eagles was echt dominant, je dwong heel veel af. Ja, klopt. Ondanks dat we nog niet heel goed speelden, waren we wel heel dominant. En Almere had eigenlijk bijna geen kansen gecreëerd. En we hebben de hele wedstrijd eigenlijk gedomineerd. Dus dat is positief. Sjoerd, stel je nou eens voor dat jij morgen scoort tegen je oude club. Ja, dat zou wel echt heel mooi zijn. Ja. De kolkende Adelaarshorst, dat zal lekker vol zitten, ondanks de vakantie. Ziet het er naar uit? Ja, heel erg. Ja, al de hele week eigenlijk al. Eigenlijk toen we het competitieprogramma kregen, toen was het al het eerste moment waar ik keek is wanneer tegen de Graafschap. En waarom heb je dat gedaan? Ja, gewoon de andere jongens die ik allemaal ken daar. Het is toch mooi om tegen te voetballen tegen je oude club. En ik wil ze toch wel een beetje laten zien wat ik in huis heb. Het is een wedstrijd voor jou met wat sentimenten? Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Ja. Wat voor wedstrijd verwacht jij morgenavond? Ja, ik verwacht twee aanvallende ploegen. Ik denk dat wij zoals gewoonlijk willen domineren en hopelijk gaat het ook lukken. Maar ik denk dat Graafschap met veel strijd en ook aanvallend voetbal er tegenin wil gaan. Dus ik denk wel een open aanvallende wedstrijd. Met veel publiek en sfeerteam erbij, heel veel sfeer in het stadion. Dat zal mooi worden, ook voor de jongens die nieuw zijn hier. Ja, dat lijkt me echt genieten. Ja, echt genieten. Nou, de voorbereidingen voor de wedstrijd zijn in volle gang. En we zien hier ook bij de grasmaaier Ron bezig. Ron? Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent lekker bezig in het warme weer. Ja, je moet wel even verder. Dus je hebt zweet op het voorhoofd staan. Het is warm. Ja, dus maar goed. Dat geeft niet. Morgenavond de wedstrijd tegen de Graafschap. Ligt de mat er extra mooi bij? De mat ligt er nu aardig goed bij. Voor twee weken geleden was het even iets cruciaal. Van wordt het goed, maar hij is aardig aan het bijkomen nu. We hebben van de week een paar keer gesproeid. Vannacht een beetje regen gehad. Nog een keer maaien, morgen vroeg nog een keer maaien en dan lijntjes erop en dan moet die goed zijn. En dan kunnen we uitkijken naar een heel mooi affiche. Go Ahead Eagles tegen de Graafschap. Ja, dat kan een hele leuke wedstrijd worden. Dus ik hoop volle bak en dan hoop ik dat het een mooie wedstrijd wordt. De grasmat zal het niet liggen. Dat hoop ik niet. Dankjewel Ron. Oké, succes. Erik, het wordt de eerste thuiswedstrijd morgenavond. Het is eigenlijk de ouverture thuis. Kolkend Adelaarshorst, ben je benieuwd? Vind je het spannend? Nee, niet spannend, ik ben wel wat anders gewend. Maar ik weet wel dat de sfeer hier heel erg goed kan zijn. En ik weet ook dat in de Adelaarshorst dat ik kan spoken. En mede door de atmosfeer die het publiek hier kan creëren. En wij hopen natuurlijk niet alleen voor morgen, maar voor de hele competitie op zo'n sfeer. En wat voor wedstrijd kunnen we dan morgen allemaal verwachten? Ja, dat zijn altijd voorbeschouwingen, bespiegelingen. Wij willen waar we de hele voorbereiding hebben gedaan. Wij willen ageren.
Wij willen controleren, wij willen op het veld bepalen wat er gebeurt. Dat zal zeker tegen een ploeg als de Graafschap zal dat niet over 90 minuten zijn. Maar we willen dat wel over een groot gedeelte van de wedstrijd gaan doen. En dat is natuurlijk de uitdaging om van daaruit de punten hier te houden. Ik wens je morgenavond met je ploeg heel veel succes. Dankjewel.